De accu is leeg. Wat duur genoeg dan? Yeah! En nu die dat niet snappen, die begrepen het niet. Wim Vrijns, de Willyboard Verkwijn van Pakstad. Wat? Smullen met Wim. Beste mensen, met Smullen met Wim zijn we onderweg. We zijn op locatie. We zijn in de auto gestapt. We zijn naar Kerkrade gereden. Op de Roda Boulevard zijn we. Of de Roda Ring, hoe het ook heten mogen. In ieder geval, hier is een nieuwe zaak geopend. Twee jonge ondernemers, twee jonge mensen. Die gaan hier iets heel speciaals, iets nieuws beginnen. Het gaat over carcare. Je rijdt je auto naar binnen en je komt als nieuwe naar buiten. Het moet onvoorstelbaar zijn. Een heel nieuw concept. Een heel nieuw... programma wat eraan aan de auto gedaan wordt. En we gaan eens even kijken wat dat allemaal inhoudt. Ik zou zeggen, ga mee, zit achterover in de stoel van uw auto en geniet gewoon eventjes van carcare hier in Kerkrade. Ik zeg, follow the leader, follow the driver, come on. Ja, ik sta hier bij Niek Jansen. Niek, carcare, als je me nou zegt wat het is, ik weet het niet. Zou je me eventjes kunnen uitleggen, nou, willen vertellen? Ik moet twee dingen zeggen. Het is eigenlijk het bedrijf van mijn dochter en mijn schoonzoon. Een schoonzoon die moet het hier allemaal regelen. En eigenlijk hebben ze het heel simpel. Het is gewoon een schoonheidssalon voor auto's. Een schoonheidssalon een van schoonheidssalon auto's? Voor dat is auto's. Weer iets nieuws. Dat moet in de dikke mandaal. Een schoonheidssalon voor auto's. Ja, maar goed, ik zou zeggen, begin met schrijven. Dus ja. Maar Niek, dit is een heel nieuw concept, heb ik begrepen. Het is anders dan normaal. Nou, het concept is in feite, het coatingverhaal bestaat al heel lang. Maar we hebben gewoon gezegd wat we gaan doen. We gaan gewoon op een hele transparante manier gaan we mensen een dienst aanbieden. En dan gewoon op een nette manier die auto's dus gewoon, ja, gewoon altijd keurig netjes verzorgen. En in feite zorgen dat die helemaal wordt opgepimpt in de goede zin. He, er wordt een aantal keren wordt die gepolijst, daar gaat een coating overheen. Ik ben nog iets aan het vertellen. Ik heb het van mijn schoonzoon, ik moet ook. En dat vergt toch behoorlijk wat tijd en ook, ja, eigenlijk ook wel behoorlijk wat passie om het zo te krijgen. Hey, en hoe heb ik begrepen in de wandelgangen, je kan een contract afsluiten dat je je auto voor een jaar hier brengt, een paar keer. Nee, het is eigenlijk heel principe. Als ik heel eerlijk ben, je kunt dat coaten, dat is niet iets nieuws. Dat coaten gebeurt op meerdere plekken. Alleen, eerlijk gezegd, die prijs gaat drie keer over de kop. En wat we gedaan hebben is, we gaan op een transparante manier gaan we een product aanbieden tegen een redelijke prijs, gewoon €35 per uur. En de klant die komt, ik zeg, ik wil alleen de binnenkant gedaan, of ik wil alleen de velgen gedaan, of ik wil alleen, nou weet ik, alleen de buitenkant, of inclusief die coating, hè, dan praat je over alles bij elkaar, €500. En wat we gezegd hebben, nou, als mensen dat te veel vinden, dan komen ze gewoon twee keer per jaar. En wij zorgen gewoon dat één keer dat die auto gewoon goed gedaan wordt. En dat hij de tweede keer weer helemaal nog eens wordt nagekeken. Nou, die klant rekent in twee keer af en klaar. Dus maar het is zuiver interieur, de bandenspanning of de oliepeil, dat gebeurt? Nee. Zuiver interieur en exterieur. En exterieur, dus als er een crash op zit, dat wordt weggeboomd, ja. Dat wordt weggehaald. Ja. En de velgen krijgen een goede beurt. Ja, er wordt een bepaalde coating op gedaan, op een bepaald soort manier gepolijst. Ja. Waardoor eigenlijk het vuil veel meer afstoot. Dus waardoor die minder gevoelig is voor UV-stralen, minder gevoelig is voor pekel. Eigenlijk kan je gewoon met de waterslang, zeg maar, overheen gaan. Ja. Goed droog is die auto netjes. Hier bij carcare kom je allerlei mensen van allerlei pluimages tegen. Zelfs de oud-trainer van Roda in rusten. Ja. Sef van Gozen. Sef, hem zocht de auto brengen. Nou, ik was eigenlijk op zoek naar een bedrijf dat mij de badkamer, de slaapkamer en de wc deed poetsen. Dan heb ik dat net gevonden. En dan is dit een goed alternatief. Hè? Een heel goed alternatief. Want normaal poetsen de vrouw de auto en moet echt de rest doen. Dus nu hoeven we dat niet meer te doen. En dan zijn we klaar. Hé, hey, maar je zit toch vol op de fiets? Heb ze überhaupt een auto? Ook dat? Ja. Maar ik neem aan dat de fiets, als ik de auto breng, dat ik de fiets kan metnemen. Dat heeft ook wat schoon gemaakt, hè? Is er nog even van dingen om die auto naar binnen te rijden? Zeker, dat kunt ook. Kan ik het zo gezegd? Ja. Hey, de klingen van mij, de klingen Suzuki. De ganse klingen. Van 1984 is het. Van de blauwe platen. Ja. Je hebt de beauty salons voor de mensen en dit is de beauty salon voor de auto. Ik sta hier bij Gijs Hillhorst, bekend ook van de tegelwerken. Maar Gijs, dat is een hele frequente verzamelaar van auto's. Speciale auto's. Ja, laatst heb je een hele hoop pech gehad. Brand, een paar afgebrand.
Ja. Zou die hier weer kunnen laten restylen, denk je? Nou nee, helaas lukt dat niet. Daar zijn ze te erg voor verbrand. Ja. Maar ik heb gelukkig nog wat auto's overgehouden en nog wat aangeschaft. Dus maar, ik denk best dat we hier nog goed zaken kunnen doen. Maar Gijs, jij zit een beetje met die exclusieve auto's. Je had bijvoorbeeld ook een auto van Dean Martin, had je, hè? Nee, origineel. Maar dat was Elvis Presley. Maar dat was niet de originele. Dat was nummer 3 en Elvis had nummer 1 en nummer 2. Oké, okay. Maar is het voor jou ook een aanwinst voor jouw auto's, voor jouw speciale auto's hier te laten? Ja, zeker weten, omdat zij met speciale producten werken. En ik ben best wel een kenner op het gebied van wat het mooiste van een auto is. En ik sta hier wel volkomen achter. Ik heb me laten uitleggen wat ze in huis hebben. En de garanties zijn er maar op. Dus ik vind dat wel best een aanwinst. En dat ziet, dat ziet ook allemaal professioneel uit? Ja. Kijk, het is geen doorsnee cleaningsbedrijf. Nee. Ze specialiseren zich best in mooie producten op de auto's. En je hoeft echt niet alleen met Ferrari's te komen of met Lamborghini's. Je kan ook met een doorsnee mooie auto komen. Want iedere auto is voor de eigenaar een Ferrari of een Porsche of een Lamborghini. Ja. Al heb je een Fiat, is toch voor jou een Ferrari. Als je door de wasstraat bent geweest en allemaal krasjes erop en erop, is ook niet je van het. Hè? Maar hiermee kun je heel veel dingen doen die je met een niet gemaakte auto niet kan doen. Dus je hebt er wel voordeel aan, op termijn. Bij de K-keer komen we zelfs René Trost tegen. René, is toch de auto laten poetsen? Ja, dat steekt toch, hè? Een kleine Fiat. Hè? Is dat verdicht een Fiat? Ligt toch, dat meent ze niet. Ja, dat is zo. Hey, maar heb ze dan een open dak erin? Ja. Dat met de kop eruit steekt? Ja, zo gaat joh. Ja. Nee, serieus. Hey, maar is het een hobby van dat dan, die oldtimers? Ja, is wel, maar dat is een hobby. Dit is één auto, hè. Ik heb eerst een Alfa gehad, maar daar heb ik geen ruil voor dit. Dat vind ik van het zo leuk. Maar iets roken we nu vandaag met? Nou, niet die vandaag, maar alleen als het mooi weer is. En vorige week misschien het de zon, dus... Is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. René, heb je geen last met het hoofd? Nee, dat is groot genoeg. Oké. Okay. Ja.